Heel veel vluchtelingen die in Amsterdam verblijven zijn aanwezig op de begrafenis van Nasir. Met bussen vertrekken ze richting de begraafplaats om een laatste eer te bewijzen aan hun vriend en medevluchteling. Het was echt toppen, jongen. Die heeft geen commentaar met andere mensen, geen vechten. Verdwijnen, die, gewoon als jij vechtpartijen ziet, dat hij niet tussenkomt. En iedereen van deze gebouw, iedereen houdt van hem. Ja, die jongen die was een heilige jongen eigenlijk, moet ik zeggen. Niemand begrijpt echt hoe het kan gebeuren dat Nasir het slachtoffer is geworden van een uit de hand gelopen vechtpartij in de vluchtgarage. Volgens de vluchtelingen deed hij geen vlieg kwaad. De advocaat van Nasir zegt dat hij een trauma heeft opgelopen en dat dat de oorzaak is van de ruzie. Zoals veel van de vluchtelingen komt Nasir uit een conflictgebied. De advocaat had voor zijn cliënt al eerder aan de bel getrokken, maar daar kwam toen geen gehoor voor. Nou, dit zie je natuurlijk niet aankomen. Ik maakte me wel ongerust. En daar heb ik de gemeente en ook de staatssecretaris een brief over geschreven en gezegd, ik maak me ongerust en ik vind dat er wel hulp, onmiddellijk hulp moet worden geboden. Nasir is begraven in het islamitisch gedeelte van Westgaarde. Na een gebed is hij ter aarde besteld. Een van Nasirs vrienden eindigde de dienst met de veelzeggende woorden, je bent geboren zonder paspoort en zonder paspoort ben je gestorven.